We staan nu in de achtertuin van Paleis Soestdijk. Wij horen op de achtergrond de voetstappen van de hardlopers die om ons heen cirkelen hier in de tuin. Er doen vandaag meer dan 2000 mensen mee aan de Royal Run. Op een gegeven moment liep ik hier een keer rond met de directeur van de paleis, Jan Altenburg, en die kende ik van vroeger. En toen zeiden we van ja, wat doe je zo? En toen zei ik, nou hier kan je ook mooi hardlopen. Toen zei ik, nou ja, als je dat leuk vindt, dat is dus 6 jaar geleden, dan organiseer je dat maar. En toen dacht ik van ja, dat ga ik doen. Dus dat is nu de reden dat het nu de 5e keer is. We hebben dit jaar de stichting ALS omarmd. Dat is een heel bijzonder goed doel. Dat is natuurlijk een zeer ernstige ziekte. Dat zullen we de komende jaren ook blijven doen en verder gaan uitbouwen. Dat loopt toch niet lekker? Nee, denk het niet. Maar het was een goed idee van tevoren. Ik twijfel nu al een beetje. Maar als je het doet, moet je het goed doen, toch? Ik ben vandaag lakei bij de Royal Run hier. En we zijn nu, de 10,5 kilometer is nu bezig, de laatste van vandaag. En we zijn eigenlijk de morele support voor de renners. Ging wel goed op zich. Ja, ging wel goed. Ik had wel een goede flow, het ging goed. Hoe ging het? Nou, je ziet het, was zwaar. Het vorige jaar heb ik 3,5 gelopen en er kreeg ik allerlei commentaar op. Ik denk, nou doen we dit jaar de 7. Maar dat is echt wel een stuk langer. Viel mee. Vorige keer met zonnecape, denk ik. Toch wel. Eerst was het een goed idee, nu ietsje minder. Maar het is wel tof. En iedereen buigt voor je. Ja, het is één groot feest. Ja. Volgend jaar weer.